Ik ben Leon van der Liefvoort. Ik werk bij de IBN in Veghel en ik maak brommers van het merk Brekker. Ik heb 37 jaar gewerkt in de autotechniek, als autotechnicus, als leermeester. En ik heb 20 jaar geleden epilepsie gekregen. Ik heb me gewoon doorgewerkt in die werkplaats. Totdat mijn werkgever van zei van ja, ik vind het niet meer echt verantwoord dat je blijft sleutelen. En toen heeft hij gezegd, nou we gaan stoppen Leon. Ik heb mijn cv op internet gezet. Toen werd ik echt meteen vanaf het eerste moment gebeld, komt er nu? En op het moment dat hij zei, oh ja, ik heb ook nog epilepsie. Toen was het meteen aan, hey, laat maar, we gaan verder zoeken. Leon is bij IBN terechtgekomen omdat hij een beschut werkindicatie heeft aangevraagd bij het UWV. De klantmanager heeft hem daarom aangemeld bij IBN om voor hem passend werk te vinden. Ik ben in gesprek gegaan met Leon en we hebben gekeken naar de kwaliteiten die hij meebrengt, de kennis en de vaardigheden die hij al heeft, maar ook naar de aanpassingen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren binnen werk. Leon is werkzaam hier op de afdeling Brekker. Heeft natuurlijk een verleden in de productie bij wat exclusievere automerken. Dat merk je ook in zijn hele werkhouding, gestructureerd, opgeruimd, volgens bepaalde protocollen. Leon is voorheen leermeester geweest bij een vakgarage. En dat kun je heel goed merken in de manier waarop hij met nieuwe medewerkers omgaat. Als medewerkers hem laten zien dat ze geïnteresseerd zijn en dat ze willen, dan is hij bereid om daar alles toe te geven om die mensen te begeleiden. Leon is een medewerker die vooral gebaat is dus bij structuur en de tijd kan nemen op het moment dat hij aanvoelt dat hij een aanval gaat krijgen. Dat we hem daarin kunnen faciliteren dat hij de rust kan nemen om zijn werk te kunnen blijven doen. Fijn voor mij is dat ik hier weer werk, dat ik weer gewoon bezig ben met techniek. Ik heb weer collega's. Ik zit niet heel de dag thuis stil te zitten, rond te kijken. Dat is gewoon het fijne ervan.